We zijn hier deze namiddag op de Provinciale Hogeschool en onze derdejaarsstudenten van de afdeling Toegepaste Informatica geven voor het publiek een presentatie van hun ICT-project. De studenten hebben deze voormiddag hun standen opgebouwd in enkele lokalen en ze geven daar een soort beurs voor geïnteresseerden die hun applicaties kunnen komen bekijken en uittesten. En vanaf 13:30 is er dus een presentatie ook voor het publiek opengesteld waar zij dan een demo geven en ook de werking van het project volledig toelichten. Er waren dus vier belangrijke onderwerpen. Het eerste is een onderwerp voor VZW De Meander met de titel Wij willen ook computeren. Je mag dus iemand aanmelden, ja? Dan mogen we nog eens een liedje proberen te spelen. Weet je nog hoe dat moet? Het project op zich is heel erg mooi en schitterend. Studenten die bezig zijn met een softwarematige toepassing waardoor personen met een mentale beperking ook kunnen computeren, ja, dat is een schitterend project. Er is ook een behoefte naar. Hè. Onze bewoners vragen al heel lang om ook met de computer te kunnen bezig zijn. Een functie van tal van doelen, communiceren met elkaar, boodschappen doen, video's kijken, foto's kijken. En het is deze toepassing die dat eindelijk mogelijk gaat maken. Een tweede project is het project Get Me Home voor Jappa. En de bedoeling daarvan is dat je via een iPhone of een smartphone in de stad dus heel gemakkelijk kan opvragen hoe je met de trein of hoe je met het openbaar vervoer naar huis kan geraken. Ik vind het in eerste instantie een heel goed initiatief om de studenten te laten kennismaken met het bedrijfsleven en ze in een echte situatie eigenlijk te plaatsen met een klant-leverancierverhouding. We hebben dan twee projecten ingediend, enerzijds STVV Mobile en anderzijds Get Me Home project. Wat allebei een beetje een soort van proefprojecten zijn die we eventueel later kunnen gaan verfijnen en realiseren. Een derde project is het project voor STVV. Een heel interessant project voor studenten, ook voor supporters die tijdens de voetbalmatch hun commentaren over de wedstrijd kunnen uitwisselen met andere supporters en ook allerlei gegevens kunnen opzoeken en opvragen over de spelers die meespelen in die wedstrijd. En het vierde project is een online game dat studenten geschreven hebben voor het onderzoeksinstituut van de PHL met de naam Tinfo. Het project was heel plezant om aan mee te werken. Het was ook heel leerrijk voor ons, omdat we echt in contact kwamen met het bedrijfsleven. Ik heb gewerkt aan het project Get Me Home. Dit was heel interessant, omdat we zelf ook veel opzoekingswerk hebben moeten doen. We zijn met Android bezig geweest van Google. We zijn ook dus in Java hebben we zitten programmeren. We zijn veel dingen tegengekomen die we nog niet wisten en waar we dus veel informatie uit hebben kunnen halen.